Deze week wil ik jullie graag een update geven over onze lammetjes. Ze zijn namelijk voor het eerst naar buiten geweest en zijn ook de komende tijd te zien in de wei langs het fietspad. Dus als je dan langs de kinderboerderij komt wandelen of komt fietsen, dan is het mogelijk om de lammetjes daar in de wei te zien lopen. Daarnaast wil ik jullie nog eventjes onze andere jonge dieren laten zien, namelijk de kuikens. Met paas had ik jullie al verteld dat we wat kippen, eieren in de broedmachine hadden gedaan en daar waren toen de kuikens uitgekomen. En een deel van de kuikens die is op kinderboerderij De Beestenbende en een deel is op kinderboerderij Den Uilpark. En hier zijn de kuikens te zien. Deze kuikens zijn sabelpootkuikens. En hier hebben we nog een heel klein grijs kuikentje erbij zitten. En dat is een Cochin kuiken. En die hebben we hier op de kinderboerderij gekregen van iemand. Die had zelf kuikens en dit kuikentje dat werd een beetje gepikt door de andere kuikens. En onze kuikens die vinden hem gelukkig wel heel gezellig. Dus daarom zit hij bij ons. De lammetjes die zijn lekker aan het spelen en zometeen worden ze geoormerkt. En oormerken, dat is niet omdat we dat leuk vinden of omdat we dat mooi vinden, maar dat is verplicht vanuit de overheid. En waarom is dat verplicht? Nou, dat nummer wat op het oormerk staat, dat wordt geregistreerd in een systeem. En als er dan in Nederland een besmettelijke ziekte uitbreekt, dan kan er in het systeem worden gekeken waar in Nederland allemaal schapen of andere dieren staan. En dan kunnen op die manier dus alle houders van de dieren gewaarschuwd worden dat er een besmettelijke ziekte is. En kunnen er maatregelen worden getroffen als dat nodig is. Dan weer het oortje. En we doen het niet te hoog in het oor, want dat is irritant voor het schaap. We doen het ook niet te laag in het oor, want dan blijft het makkelijker ergens aan haken. Dus een beetje iets boven het midden. En dan even goed kijken dat het niet hier loopt kraakbeen, daar moet het niet in. En er lopen wat, hier wat nerven en wat bloedvaten en die moeten ze ook een beetje vermijden. Oh, en hij doet het niet. Dat is interessant. Met dat de gang het niet deed, maar dat maakt niet uit. Daarna altijd even draaien, dat er geen haren tussen zitten. En dan is het goed. En dan hebben we het volgende merkje nodig.
schapen hebben al lekker buiten gespeeld en zijn nu een beetje moe. En het is natuurlijk lekker warm weer, dus ze liggen lekker even in de schaduw uit te rusten.